Die niet in de basis stond, maar wel goed inviel. En de mogelijkheden zijn er voor Bulgarije. Nu moet Nederland het zien af te maken door het midden met Visser. Dat lukt nog niet. Weer Bulgarije goed binnengehouden door Blom. Mag ze het dan ook afmaken? Ja, dat gebeurt. En zo is het weer gelijk. 6-6. Dankzij het punt van Alice Blom. Die volgend jaar in Italië speelt bij Arcisio. De Bulgaren weer met een nieuwe score. Strashmina Filipova. En zo is dat weer het puntje voorsprong voor Bulgarije. In de voorbereiding op dit EK verloor Nederland van Bulgarije met 3-2. Maar nu gaat het er echt om. Nu moet het gebeuren voor Oranje. Dit is Vlederis met de setup en Ingrid Visser. Via wat Bulgaarse handen gaat die bal uiteindelijk uit. Het is gelijk, 7-7. Alice Blom met de moeilijke service. En een nieuwe mogelijkheid voor Nederland. Met Shaheen Stalens. Die bal is binnen. De voorsprong voor Nederland voor het eerst in deze vijfde set, 8-7. Dankzij het punt van Shaheen Stalens. Dan wordt er gewisseld van kant. En mag Alice Blom namens Nederland serveren. Maar die raakt de bal helemaal verkeerd. Het is weer gelijk, 8-8. Het is het eerste grote toernooi voor Avital Selinger. Het eerste titeltoernooi. Hij heeft natuurlijk de World Grand Prix al gehad. Daar deed Nederland het goed. Haalde de finale ronde. En dat is een knappe prestatie voor het jonge team. Maar nu gaat het erom om het goed te doen op het Europees kampioenschap. Om het beter te doen dan 2 jaar geleden. Toen werd Nederland vierde onder leiding van de vorige bondscoach Frigoni. Nog steeds een voorsprong voor Oranje, 9-8. Maar Bulgarije komt terug dankzij Antonina Zetova. Stand dus weer gelijk. Vlederis, Shaheen Stalens. Bal is niet aangeraakt en dus is daar weer dat puntje voorsprong voor Bulgarije. Blom, Vlederis, aanval door het midden met Francine Huurman. Maar dat Bulgaarse blok is goed. En zo is het gaatje ineens 2 punten. Vlederis met Manon Vlier. Keihard. En Oranje komt weer iets dichterbij. Over het blok gespeeld. Maar Nederland probeert die bal terug te halen. Het lukt niet. En zo is het gaatje weer 2 punten. Zaak voor Nederland om weer dichterbij te komen. Want een 2-punten-gaatje is toch vrij groot in die vijfde set. Waarin het gaat tot aan de 15 punten. Stalens houdt die bal opvallend binnen met haar been. En uiteindelijk is het punt ook nog voor Nederland. Een mooi punt, die gaan we nog een keer bekijken. Hier krijgt ze de bal op het been. En zo stuitte die bal weer over het net. En uiteindelijk pakt Nederland ook het punt. En het is belangrijk, want het gaatje is weer terug naar 1 punt. 12 voor Bulgarije, 11 voor Nederland. En deze is in het net. Het is weer gelijk. Het is 12-12. En zo blijft het spannend in deze wedstrijd tussen Nederland en Bulgarije. Bulgarije is ook wel een tegenstander waarvan Nederland moet winnen. Als het de laatste 4 van dit toernooi wil halen. Maar nu is het 13-12. Oppassen geblazen dus. Alice Blom, keihard. Het is weer gelijk. 13-13. Er zijn mensen die Nederland een podiumplaats toebedelen tijdens dit EK. Maar dan moet Oranje in ieder geval winnen van dit Bulgarije. Maar zo ziet het er niet naar uit, want nu is het 14-13. En dus het matchpoint voor de Bulgaarse dames. Alice Blom via het Bulgaarse blok. En zo is het weer gelijk, 14-14. Kan Nederland op de service van Vlederis weer terugkomen, weer aan de leiding komen. Bal achterover, het Nederlandse blok, die is uit. Een nieuw matchpoint voor Bulgarije bij 15-14. Setup naar de buitenkant, over het blok, maar dat wordt doorzien. En dus de mogelijkheid voor Bulgarije. Wordt niet afgemaakt. Nederland dan met Blom. Oh, daar is het blok en het is gebeurd. Het is 16-14 in de vijfde set. Nederland verliest het eerste duel tijdens dit EK van Bulgarije met 3-2. En mag het morgen gaan goedmaken tegen Turkije. Voor het winnen is eigenlijk helemaal niet zo zeker. Orion.